Brooddeeg moet rijzen, anders krijgt het niet die herkenbare broodvorm en structuur. Rijzen kan met deezem en met gist. Of met een combinatie van beide. Gist zet de suikers in het deeg om in koolzuurgas, CO2. Dat vormt belletjes in het deeg en geeft luchtigheid. Ontelbare belletjes drukken het deeg omhoog. Dat heet rijzen. Zonder dit luchtige deeg zou het brood stug en vast worden. Dezem vraagt meer tijd. De bakker maakt een beslagje van meel of bloem en water en laat dat rusten. De melkzuurbacteriën en natuurlijke gisten doen dan vanzelf hun werk en vormen ook hier belletjes in het deeg. Door deze spontane fermentatie, zo noemen ze dat, ontstaan allerlei aroma's. Die geven deze brood een heel eigen smaak. En het brood is wat steviger, minder kruimelig. Of deze brood gezonder is? Dat wordt vaak gezegd, maar het blijkt nog niet duidelijk uit de wetenschap. Het verschil tussen deze brood en gistbrood kun je een klein beetje zien, maar je kunt het nog beter proeven. Kies beter met de broodweter. Kijk voor meer broodwetjes op brood.net.